Deze mensen wisten niet dat ze zoveel geluk hadden, totdat hun geluk werd vastgelegd op de video. Achteraf gezien hadden ze bijzonder veel geluk. De video start met een ernstig ongeluk waarbij niemand gewond raakte en op nummer 1 staat iemands geluk die iedereen maar al te graag wil hebben. Doe de duim omhoog als je geluksvogel bent en abonneer je ook met de bel aan. 17. Truckchauffeur ontkomt aan de dood. Iedereen gaat een keertje dood, maar niet iedereen kan praten over een nauwe ontsnapping aan de dood. Deze dashboardcamera kon een vreselijk ongeluk tussen twee grote vrachtwagens vastleggen. De voertuigen reden regelrecht op elkaar af en veroorzaakten een desastreus verkeersongeluk. Behalve de ernstige botsing kon de camera ook vastleggen hoe de ene truckchauffeur tijdens de botsing op een miraculeuze manier uit de voorste cabine heelhuis naar buiten kwam. De man had zoveel geluk dat hij met beide benen letterlijk nog staande bleef na de fikse botsing. 16. Honkbalspeler redt journalist. Wie had ooit gedacht dat je als sportjournalist soms ook in gevaar bent? Deze journalist was een honkbalspeler aan het interviewen. Terwijl de twee mensen in gesprek zijn, vliegt er uit de rechterachterhoek een losse bal op de journalisten af. De honkbalspeler die vanuit zijn jarenlange ervaring de bal hoort aankomen, weet zich op het juiste moment om te keren en de bal met zijn blote hand te vangen. Wauw, wat een indrukwekkende vangbal. Je ziet aan zijn reactie dat de bal keihard tegen zijn hand is aangekomen. Wat een geluk dat hij zo snel reageerde. 15. Nog net niet verpletterd. Als je denkt veilig te zijn in je eigen tuin, dan heb je zeker dit clipje nog niet gezien. Een moeder en haar kinderen waren gezellig aan het relaxen in hun achtertuin toen het meest onvoorstelbare ding gebeurde. De kinderen waren in het zwembad en moederlief zat rustig op een strandstoel te luieren. Enkele momenten voordat het noodlot toeslaat, komt een van haar kinderen uit het bad en zegt tegen haar dat hij een gekraak hoort. De nietsvermoedende vrouw kijkt om zich heen en precies op dat moment realiseert ze zich dat de boom achter haar aan het omvallen is. Ze springt van haar stoel af en raadt maar eens waar de boom belandt. Precies op de stoel waar de vrouw nog net lag te zonnen. Dat was echt op het nippertje. 14. Bijna bandenpech. Er is al meerdere keren gewaarschuwd dat je niet al lopend moet appen en sms'en. Niet alleen achter het stuur van een rijdende auto zou dit levensgevaarlijk zijn, maar ook op het voetpad. Stel je eens voor dat je net als deze man diepzinnig naar je mobiel staart terwijl je op het voetpad loopt. Je zal deze vliegende band toch nooit zien aankomen. Gelukkig miste deze band de onnozele voetganger en kreeg hij geen ongeluk. Zou je nog steeds appjes versturen en lezen terwijl je loopt op het voetpad? Laat het ons weten in de comments. 13. Koelkastcatastrofe vermeden. Op deze drukke weg dachten een paar slimmers een koelkast te vervoeren in de laadbak van een pick-up. Wat ze vergeten waren te doen was om het grote apparaat vast te binden. In het clipje is te zien hoe de pick-up stopt en de koelkast begint te rollen. Door het rollende gewicht komt de koelkast tegen het deurtje aan waardoor deze open raakt. Oplettende verkeersdeelnemers waarschuwen de chauffeur. Deze stopt het voertuig nog net op tijd voordat de koelkast een waar ongeluk veroorzaakt achter hem. 12. Hijskraan geluk. Stel je eens voor dat je bij de spoelbak aan het afwassen bent, door het raam kijkt en deze hijskraan ziet voorbijzoeven. De persoon die dit clipje filmde moest wel heel nerveus zijn geweest. Hij of zij zag de hijskraan aankomen en moest hebben gedacht dat het ding tegen het raam zou aankomen. Gelukkig gleed het grote ding nog net voorbij. Hoe zou jij reageren als je dit had gezien? Zou je daar blijven staan en filmen of zou je al lang zijn weggerend? We zijn benieuwd naar je antwoord in de comments. 11. Gevallen, maar niet gestorven. Waarom sommige mensen graag uitdagende dingen doen is nog steeds een raadsel voor de minder avonturistische onder ons. Neem een voorbeeld aan deze man. Hij gaat fietsen op een hele hoge berg, probeert met zijn fiets een sprong te maken over een spleet in de rotsen en landt bijna naast de berg. Hij hangt er nog maar nauwelijks bij. Kijk hoe zijn fiets en benen bungelen over de rand. Je moet echt durven om dit soort dingen te doen en dan ook nog het geluk hebben om er geen ongeluk van over te houden. 10. Jetski overleeft vrachtschip. En deze waaghals is er ook eentje die de dood volgens ons maar al te graag tart. Hoe haal je het in je hoofd om met je jetski vlak naast een gigantisch vrachtschip te gaan varen? Dan zoek je toch zelf wel problemen of niet? Kijk hoe de rijder met jetski en al bijna onder het schip wordt gezogen. Kun je je voorstellen wat er zou zijn gebeurd met deze waaghals als de propellers van het schip op dat moment aan het draaien waren? Zou hij het geluk met opzet beproeven? Laat ons weten wat je denkt in de comments.
9. Liever de vis dan jij. Wanneer je gaat vissen in bepaalde gebieden, moet je je ervan bewust zijn dat jij niet de enige bent die een vis aan de haak wil krijgen. Kijk naar deze ongelukkige, dan wel gelukkige visser. Hij krijgt niet een kanjer aan zijn lijn, maar meer dan hij verwacht. Behalve de vis aan zijn haak, hapt er precies daarachter ook nog een reuze krokodil. Wat doe je dan? Vechten voor je vis of wegrennen? De tweede optie natuurlijk. Je laat de krokodil liever de vis opeten dan dat jij op het krokodillenmenu komt voor de dag. 8. Parcourspech. Dit is dan ook zo'n clipje van iemand die pech dan wel geluk heeft tijdens het uitvoeren van een uitdagende parcoursroute. De man kiest ervoor om op de top van de hoge gebouwen gewaagde sprongen te maken. En zeker is deze stunt niet zonder risico's. Hij maakt een misstap en mist de volgende rand. Hij valt van het gebouw en voor zijn geluk weet hij zich vast te klampen aan wat elektriciteitskabels. Waren die er niet geweest, dan hadden we deze video niet aan je kunnen laten zien. Wat een mazzel heeft deze kerel. We zijn nog niet klaar met deze video. Blijf kijken voor nog meer bofkonten die bijzonder veel geluk hadden. Doe ons even een plezier en druk op de abonneerknop, de bel en de duim omhoog. We weten bijna zeker dat dit je meteen geluk brengt. 7. Lekkere menslunch. Wanneer je de natuur tart, dan moet je een reactie verwachten. Het is daarom beter dat je wilde dieren, als je die ooit tegenkomt, met rust laat. Deze persoon wilde zeker weten of zijn ogen hem niet bedrogen. Je kunt duidelijk zien dat er een anaconda naar hem zit te staren. Hij provoceert de enorme slang met een stok en die reageert meteen. De grote slang schiet naar voren om een hapje te nemen. Gelukkig gebeurde er niets ernstigs. Die slang had zeker al een volle maag. 6. Stunters geluk. Oké, je kan een achterwaartse salto maken vanuit de kofferbak van een auto en je wil het vastleggen op de camera. Dit is precies wat deze man deed. Hij klimt op de gesloten kofferbak van de auto en doet een indrukwekkende hoge achterwaartse salto en landt vervolgens klungelig op de grond. En precies op dat moment rijdt er een auto vlak achter hem voorbij. Het had een centimeter gescheeld of hij lag onder de voorbijrijdende auto. Doe je stunts niet langs de straat alsjeblieft. Jij hoeft niet zo'n geluk te hebben. 5. Een tijger ontlopen. Mensen hebben overal wegen aangelegd. Sommigen lopen dwars door gebieden waar oorspronkelijk wilde dieren hebben geleefd. Deze man rijdt niets vermoedend op de weg, op zijn brommer, door een bosrijk gebied. En wie denk je dat al die tijd op de loer zat? Een levensechte tijger. Plotseling verschijnt hij uit het niets en zit de man achterna. Gelukkig is de brommer snel genoeg en weet hij de agressieve tijger te ontlopen. Denk je dat die tijger nog op de loer zit langs de weg om een volgende bestuurder aan te vallen? 4. Wat een geluksvogel. Het ergste wat kan gebeuren tijdens het uitvoeren van een uitdagende stunt is dat er iets fout gaat. Hier zie je een basejumper die wat snelheid probeerde te vergaren door te slingeren van een toestel. Midden in zijn poging breekt het ding en de man vliegt ongecontroleerd over de rand van de 1200 meter hoge klif. Gelukkig wist de man zich koel te houden na de fout en kon hij op tijd zijn parachute openen en de scherpe rotsen op de bodem vermijden. Wat een geluksvogel. 3. Bijna geslipt tot zijn dood. Je gaat berg beklimmen en opeens begint de sneeuw te smelten. Wat doe je dan? Deze man kon nog maar net ontsnappen aan de dood. Het scheelde echt net een paar seconden of hij was geslipt tot zijn dood. Zijn collega bergbeklimmers konden hem nog net op tijd een touw aanreiken, zodat hij zich kon vastmaken nog voordat het ijs vanuit onder zijn voeten weggleed. Dat liep maar net goed af. 2. Altijd een helm op. Op de werkvloer kan je een ongeluk krijgen, vooral op een bouwplaats. Daarom is het goed om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het dragen van een helm. Een helm zal je niet altijd beschermen, bijvoorbeeld voor een vallende hijskraan, maar hopelijk wel voor een losvliegend stuk metaal zoals op dit plaatje is te zien. Gelukkig kwam het metaal op de helm terecht en niet op de persoon zijn hoofd. En nu de pech die niemand wil hebben en tegelijkertijd het geluk dat je wel wil hebben. Onze nummer 1. Je mag eerlijk toegeven dat je mobiel een verlengstuk is van je lichaam. Je gaat er overal mee heen, zelfs in het toilet. Is het je ooit overkomen dat je per ongeluk je mobiel hebt laten vallen in de wc-pot? Hoe haalde je het er dan uit? Als je geluk hebt, net als deze persoon, dan belandt je mobiel op deze manier in het toilet. Je kan het zo uit de pot pikken en hoeft niet te gaan met je handen waar je eigenlijk niet wil. Hopelijk heb je ook een keer zo'n geluk als dit je een keer overkomt. Welke van deze mensen had volgens jou bijzonder veel geluk? Laat je antwoord achter in de comments.
Dankzij een klik van jou op de abonneerknop, de bel en het duimpje kun je ons kanaal helpen groeien. Heel fijn dat je dit voor ons wilde doen. We zien je snel weer bij de volgende top 10.